Medewerkers van verschillende afdelingen van het Sint-Vincentius ziekenhuis hebben vandaag het werk neergelegd. Zij hebben namelijk nog geen salaris ontvangen over december. De directie van het ziekenhuis kan hierover ook geen duidelijkheid geven. Het personeel heeft kort voor de kerstdagen wel een gratificatie of bonus ontvangen. De financiële middelen die toen zijn overgemaakt door de overheid waren echter niet genoeg voor de uitbetaling van de salarissen. De medewerkers zijn woest hierover en hebben hun ontevredenheid vandaag niet onder stoelen of banken geschoven. Ik ben verhit, ja, want ik heb hard gewerkt voor mijn loon. Ik kan niet het hele jaar doorwerken en dan op eind van het jaar dan hoor je dat je geen loon hebt. Ik ben al 11 jaren hier. 11 jaren maak ik het mee. Ik zeg 2018 wil ik het niet meer meemaken. Ik kan niet aan EBS, SWM, Telesuur en voor mijn hypotheek gaan zeggen ziekenhuis heeft niet. Ze kennen Sint-Vincentius ziekenhuis niet. Ze kennen jouw persoon. En het is lastig. Het heel jaar door dit. 1:30 krijgen we memo, geen loon. Zo hoort het niet. Ze moeten weten te communiceren. Ik vind het erg en dit is niet de eerste keer. Dit is al de zoveelste keer. Kijk, vandaag is het al 3. We hebben onze dingen om te doen. Je hebt je kosten, je hebt je dingen die je moet betalen. Directeur Mano Chindori was niet bereid een reactie te geven over de ontstane situatie. Bondsvoorzitter Roy Haverkamp daarentegen zegt dat gewacht wordt tot morgenochtend 9 uur. Indien er niet gestort wordt, zullen de maatregelen niet uitblijven. Hij probeerde de medewerkers vandaag kalm te houden. Er is gecommuniceerd via Volksgezondheid, waarbij de bevestiging is gegeven dat er een bedrag van 2 miljoen gestort gaat worden. Op dit moment is het wachten op financiën, omdat financiën het bedrag moet overmaken op rekening van RKZ bij de Finabank. Ja? Even. De mogelijkheid is tot 1:30 open. Dus we zijn nog hier. Op het moment dat er een bericht binnenkomt, worden we geïnformeerd van het is al gestort. En dan gaat alles naar de DSB-bank voor de verwerking. Ja? Tot uiterlijk 1:30. Omdat als er 1:30 niets is gedaan, betekent het dat het pas morgenochtend kan. Ja? Bondsvoorzitter Roy Haverkamp in gesprek met protesterende medewerkers van het Sint-Vincentius ziekenhuis. Hij geeft de directie tot morgenochtend de ruimte om het salaris over december gestort te krijgen. Indien dat niet gebeurt, zal de bond stappen ondernemen.